Vandaag gaan we aan de slag met bloemkoolpesto. Een lekker gezond recept en heel erg makkelijk om te maken. Dus een goed alternatief voor de wat eten we vandaag momenten. Dit is Aan de Kook. Heb ik bedacht aan de hand van eigenlijk wil ik iets makkelijks maken en wat heb ik in huis. En ik had toen een keer bloemkool in huis en ik had pesto in huis. En toen ben ik een beetje gaan zoeken op internet van goh, wat kan ik daar nou mee. En daar kwam ik iets tegen met bloemkool en pesto en ik dacht, hey wacht, dit vind ik een leuk recept en hier kan ik wel een beetje mijn eigen twist aan geven. Nou, wat we hiermee gaan doen is dus eigenlijk als eerst de ui snijden. En natuurlijk een beetje knoflook, want dat is heel erg lekker. En daarna snijd je deze dus in kleine stukjes en snij je de kip in blokjes. Wanneer de kip in blokjes is gesneden, voegen we dit toe aan de pan. Deze hebben we ondertussen al goed warm gemaakt met een beetje olie. En de kip bakken we even aan. Tijdens het bakken bestrooien we de kip alvast met wat kruiden. Te denken aan peper, zout, paprika poeder en een beetje cayennepeper voor de pit. Wanneer de kip gaar is, voegen we daar ook nog de ui en de knoflook aan toe. Deze bakken we even mee totdat ze wat glazig zien. Wanneer alles gaar genoeg is, voegen we daar de bloemkoolrijst aan toe. En om het dus vandaag makkelijk te maken, heb ik dus bloemkoolrijst uit een bakje gepakt. Niet zelf gemalen. Dit is dus wat makkelijker en gaat dus sneller. Laat de bloemkool even gaar worden, dus doe even een deksel op de pan, waardoor een paar minuutjes de bloemkool mee kan gaar in de pan. Zet het vuur wel laag, zodat het niet aan kan branden. En tijdens het kijken van deze video vraag ik even aan je of je een duimpje omhoog wilt doen en natuurlijk wilt abonneren op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En misschien wist je het nog niet, maar ik heb ook ondertussen een Instagram account en dat is aan.de.kook. En daar kan je me ook volgen en daar kan je ook bijhouden wat er allemaal gebeurt tijdens Aan de Kook. En binnenkort ga ik ook gewoon live. En dan het moment supreme. Ik ga de pesto toevoegen aan het geheel. En ik kies hiervoor een pesto de rosso. Met paprika, tomaat en rode peper. Die vind ik heel erg lekker. En ik doe er ook nog wat groene pesto doorheen. En wat ik er eigenlijk nog als laatste ingrediënt bij doe. Is namelijk dit. En dit is Illy Billy ketchup. Dit is van Jessica Mendels en zij heeft dit op de markt gebracht samen met de Verstegen. En dat is suikervrije ketchup. Die kom je nog niet zo heel vaak tegen. Er zitten hier geen toegevoegde suikers bij, alleen suikers voortkomend uit groenten die in deze ketchup zitten. Zoals de tomaat natuurlijk. En ik doe dus een flinke kneep van die lekkere ketchup er doorheen. Het geeft net een wat extra tomatenbite aan het geheel. Mocht je van wat meer chili houden, dan kan je ook van Illy Billy de chili saus pakken. Ook weer zonder suikers toegevoegd. Dit laten we allemaal nog even een beetje opwarmen. En wanneer het klaar is, dan schep je het netjes uit in een bord. En ik garneer het eigenlijk nog met een beetje paprika. Garneer het ook nog een klein beetje met wat basilicum of oregano. Dat geeft wat extra smaak aan tap. Goed, nou, dit was weer de Aan de Kook voor deze week. En ik ben heel erg benieuwd of jij het ook zelf wil gaan maken. Laat het dus alsjeblieft weten in de comments. Want kan die feedbackbeurs wel gebruiken. En dan is dus volgende week Halloween week. En daar maak ik een hele lekkere pumpkin pie. Goed. Ik zie je de volgende keer weer. Mooi hè? Vind jij mijn kanaal ook heel erg leuk? Abonneer je dan. En dan krijg je sowieso te zien wanneer er weer een nieuwe video online staat. En natuurlijk duimpjes omhoog. En tot de volgende Aan de Kook. Doei.